En hij is weer begonnen. We zien het namelijk, een lege tafel, geen hapjes, geen heerlijke drankjes. Kortom, de armoedigste Vrijmibo van Nederland is weer begonnen bij Omroep Flevoland. En we hebben weer fantastisch leuke gasten. Elke week is het... Wat ik zo leuk vind, Arnoud, aan onze Vrijmibo is... de ene week heb je hier Douwe Bob, dan heb je Frans Bauer... dan heb je Sieneke staan, dan komt Wolter Kroes langs... en vandaag heb je dan Aikin en Jack Jarrett. Mag wel zeggen, twee nieuwe sterren aan het firmament. Nou, bedankt. Dat, ja, is, toch? Dat klinkt goed. Dat klinkt goed. Daar kan ik wel mee leven, ja. Heren, van harte welkom. Ja. En het leuke is ook, jullie heten eigenlijk allebei anders. Dus jullie hebben hier zelf een artiestennaam aangemeten. Nou vind ik Jack, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Aikin, hoe kom je daaraan? Aikin, nou, eigenlijk heel simpel gezegd is mijn naam omgedraaid. Ik heet Nicky. Ja. Maar buitenom dat is het, heb ik eigenlijk die naam gekozen omdat het een... ja, het klinkt een beetje Zweeds of zo. En Zweeds denk je toch wat meer aan dat volk en dat wat kleiner. En ja, dat is ook wel muziek... gepresenteerd. Ja, oh ja, zeker. Okay. Dus je hebt iets met Scandinavië? Ja, ja, zeker. Wat heb je met Scandinavië? Wat vind je de muziek daar van? Ja, muziek en ook überhaupt de hele stijl en de mensen daar. Ik ben ook toevallig vorig jaar nog in Zweden geweest. Ah. Ik heb nog een paar optredens gehad. Ja. Dus ja. Maar in het Zweeds dan ook? Of? Nee, dat doen we niet aan. Want je hebt nu een Nederlands nummer. Ik neem aan dat je toch in Zweden gaat Nederlands? Doen we het Engels doen we dan. Ah, oké. Okay. Ja. Dan begrijpen ze daar ook gewoon? Ja, dat begrijpen ze daar zeker. Hartstikke goed. Ja. Ja, Jack, jij zingt ook in het Engels natuurlijk. Ja. Jack Jarrett, waar komt jouw artiestennaam? Want jij het eigenlijk Wilfried? Ja, klopt. Nou, mijn volledige naam is Jeroen Adriaan Cornelis Kok. Dus de initialen zijn Jack. Jarrett is een beetje een soort verandering, verraspering. Hoe noem je dat? Verraspering? Ik weet niet. Verhaspeling. Verhaspeling. Van de bijnaam die Wies, mijn gitarist, mij altijd gaf. Die noemde altijd Jarra. Toen dacht ik, nou, weet je wat? We maken er gewoon Jarrett van. Maar wat fijn dat je die initialen hebt, dat je dan gewoon Jack kan heten. Ja, dat is ideaal. Toch super? Ja, dus het voelt eigenlijk nog best wel persoonlijk. Ja, inderdaad, ja. Nou. Ja. Leuk. Leuk toch? Je zei het net ook al, het is een beetje een Gelders feestje. Nou, niet een beetje. Ja, ik ben redelijk buitengesloten. Bemmel en Nijmegen? Arnhem. Ja, de hele band komt uit Arnhem. Ja, dan mag hij zegt zeggen, dat hij uit Nijmegen komt. Hij kwam uit Nijmegen, maar het is eigenlijk Bemmel. Ja, ja. Ja, in het ziekenhuis uit Nijmegen, zo gaat het dan. Maar uit Bemmel. Ja. Nou, daar hebben ze wel hele leuke feesten altijd in Bemmel. Ja, dat is zeker waar. Ja. Ja. Bemmel hebben dweildag, dat soort zulke feesten. Maar een heel bekend dweilorkest komt daar vandaan ook. Ja, dat die klopt. Altijd nationaal kampioen dweilorkesten zijn. Ja. Dat kennen ze wel hoor, maar klassiekers ook. Ja. Hey, hoe lang zit je al in de muziek? Ja, dat is al wel een tijdje terug. Ik denk dat ik begon mijn opleiding op mijn 18e. Ah, daarvoor deed ik zelf al wat... wat schrijven, wat optreden. Ben je van kind af aan ook al met muziek bezig? Ja, zeker. Maar ik vind het ook zoiets om te zeggen, ik kom er zingend uit. Want ja, dan klinkt natuurlijk nog niks. Nou. Ja, wel schreeuwend kwam je erbij. Ja, precies. Ja. Ja, dat is ook goed ook. Dus, nee, maar ik had van de week ook zo'n discussie met mijn zoontjes. Die zijn 5 en 7. En die zeiden, nou, we zijn nog zo jong, we hoeven nog niet per se met de muziek te beginnen. We willen wel graag muziek maken. Mm. Maar is het de voorwaarde dat je toch jong begint met muziek, als je later iets in de muziek wil bereiken? Ja, ik denk wel dat wel een voorsprong geeft, ja. En als je er al heel doelbewust mee bezig bent, zoals al heel veel zijn, hè, op die leeftijd. Ja, je ziet tegenwoordig dingen online komen waar je van... Ze kijken naar de televisie, ze kijken naar de iPads en ze zien daar allemaal beroemde mensen. En iedereen heeft tegenwoordig ook toegang tot social media. Ja. Dus, en ook de wat kleinere kinderen. En dan zie je soms ook dingen voorbij komen, ja, waar je al u tegen zegt. Maar Ik was daar wel heel vroeg mee bezig. En je had dan talentenjachtjes op school en zulke dingen. Zo ging dat dan. Dus om beter te worden. Ja, om beter te worden, zeker waar. En muziekopleiding. En toen kwam ik via dan weer iemand. Die kende dan weer een... via een feestmanagement kennen ze dan Ronnie en Thijs van Ronnie Ruijsdaal. Van de Johnny's. En vanuit daar via management nou het hele land 140 per jaar gemaakt. Ja, wat je doet natuurlijk als feestduo ben je actief, maar dit is eigenlijk een soort... Jullie hebben ook besloten om allebei solo te gaan en dan juist een heel serieus of een heel ander genre te brengen. Ja, precies. Omdat ik natuurlijk, wat ik al zeg, ik ben veel actief in het feestcircuit. Ja. Maar ik was ook wel toe aan wat serieuzers inderdaad. En wat meer wat mezelf dan ook bijstaat. En omdat muziek mij toch altijd naar ups en downs brengt. Mm-hmm. Zoals corona bijvoorbeeld, om maar heel even te zeggen. Dan hadden we natuurlijk wel echt een down in de muziek. Ik weet niet meer wat dat corona is. Nee, nooit van gehoord. Nee, in ieder geval vervelende tijd. Dat we daarop houden. Ja. Heb ik wel een inspiratie gehad. Ja, dat geloof ik. Dat geldt voor heel veel artiesten. Er zijn een hoop dingen gebeurd, ja. Jack Jarrett, jij bent hier nu met een band, maar je zei net tegen mij van eigenlijk ben ik een solo-artiest. Ja. Hoe is het bij jou allemaal begonnen? Want jullie zijn allebei even oud, komen een beetje uit dezelfde hoek natuurlijk.
Bij mij is het echt begonnen op drums, op mijn zesde. Eigenlijk toen ik de film Tarzan kreeg en ook hoorde de soundtrack van Phil Collins, toen was ik eigenlijk verkocht. De Disney tekenfilm Tarzan? Ja. Ja? Toen dacht ik, nou, ik wil ook drummen. En op mijn 12e heb ik toen mijn eerste bandje gevormd. En toen zochten we eigenlijk een zanger, maar die konden we maar niet vinden. En we hadden ons al ingeschreven voor een talentenjacht. En die avond was het eerste optreden. Toen hadden we nog steeds geen zanger en we gingen Money for Nothing spelen van Dire Straits. En ik was toevallig de enige die de tekst kende. Dus toen dacht ik, nou, dan dus doe ik het drummen en zingen wel tegelijk. Ja. En op een gegeven moment ben ik overgestapt naar alleen zang. Maar zo is het bij mij eigenlijk begonnen. Als je nou nog ook basgitaar was gaan spelen, had je dezelfde loopbaan gehad als Mark King van Level 42? Ja, en nu hoop ik een beetje zo dezelfde loopbaan als Phil Collins te hebben. Nou, ja. Dat is redelijk goed. Ik wou het zeggen, dat is wel ambitieus natuurlijk. Ja. Maar pas wel op met het volume, want dat is veel niet goed gegaan. Nee, daarom. Hij is doof. En stokdoof. Gaat met hem natuurlijk niet zo goed, maar hij is ook een stok oud natuurlijk. En jullie zijn allebei nog een stukje jong. Ik kan nog wat hebben, ja. Hoe zou je je muziek omschrijven? Want het is, toen ik het hoorde, dat wij kregen het natuurlijk ook geplucht, hè, zou ik maar zeggen. Van joh, luister hier eens naar, vinden we het leuk om in de studio te ontvangen? Nou ja, ik dacht gelijk een beetje zo'n jaren 80 vibe kreeg ik ook wel. Maar ik heb ook andere nummers van je beluisterd. En dat is dan toch eigenlijk weer, dat klinkt dan toch weer anders. Ben je nog een beetje zoekende? Nou, eigenlijk heb ik het vanaf het begin dat ik ben gaan schrijven altijd al heel vet gevonden om gewoon eigenlijk een beetje de uithoeken van het genre pop op te zoeken. Ja. En me ook echt te laten inspireren door andere genres. Ik kom zelf eigenlijk meer vanuit de rock ook. En mijn band bijvoorbeeld, die zijn allemaal ook jazzmuzikanten. Dus dat zijn allemaal invloeden die je dan meekrijgt. Ik zeg niet dat ik jazz maak, maar... jazz is een heel breed begrip, hè? Ja, maar misschien ergens tijdens een show even een klein stukje... gewoon eens even kunnen flexen op de instrumenten. Maar ik ben eigenlijk altijd voor... Ik wil graag als mensen naar een album luisteren, als er een album komt, dat ik dan... Dat het eigenlijk voor ieder wat wils is. Of als ze naar een show gaan, dat er voor iedereen wel wat tussen zit. Wat ze lekker vinden en dat het niet alleen maar hetzelfde soort muziek is. Wil jij verder dan Nederland? Ik heb wel absoluut ook wel internationale ambitie. Ik denk ook, daarom ben ik ook wel Engelstalig ook gaan schrijven. En ik, maar goed, ik vind Nederland op dit moment er wel al hele mooie uitdagingen voor me liggen. Dus ik denk dat. Ik denk dat je altijd gewoon groot moet dromen. De lat hoog moet leggen. En als je maar de stappen ertussenin realistisch maakt, dan kom je er vanzelf. Ik zie jullie wel een songfestival meedoen voor Nederland. Ja, ik heb altijd geroepen dat het me superleuk lijkt om te doen. Als het goede liedje er is, als het goede moment er is. Nou, sterker nog, dit liedje, daar waren ze iets mee van plan. Ja, mijn producer die is dus, heb ik dus later gehoord dat hij eigenlijk van plan was om het bijna een soort van, zonder tegen mij te zeggen, op te geven voor het in te sturen. Ja. Maar daar was hij net te laat mee. Dus wie weet dat ik in één keer per ongeluk op het Songfestival sta. Je weet het nooit. Ja. Ja, nu sta je nog even hier. Is ook een leuk podium natuurlijk. Ah, iets kleiner. Ja. Ja. Maar minstens net zo mooi. Ja, het ziet er goed uit allemaal, hè, volgens mij. Ja, je mag als je wil op het podium gaan staan. Maar wil je band nog even voorstellen? Want je noemde net al even de naam van je gitarist. Ja, dat is niet de complete band, hè? Dit is wel de complete band, maar soms vinden het leuk om nog wat blazers mee te nemen, wat backing vocals mee te nemen. Ja. Lekker uit te pakken. Een beetje uit te pakken. En we spelen vandaag voor het eerst echt een akoestische kleine versie van Hot Stuff, wat ook heel vet is. Ja. Op piano hebben we Hugo Filius, op bas Luca Busch. Uit Duitsland, hè? Helemaal uit Keulen. Ja. Je moet dan toch ergens beginnen met die internationale ambities. En op cajon zit Dale Smeets. En op gitaar dus Wiss Knipping. Nou goed, ga staan alsjeblieft, Jack Jarrett. Een speciale versie. En jij, Aiken, gaat natuurlijk ook zometeen nog jouw nummer brengen. Ja, en heel mooi akoestisch klein op gitaar. Dat is ook niet te missen. Jack Jarrett in dus met Hot Stuff, zijn nieuwe single en de band. In een iets andere uitvoering dan wanneer je bijvoorbeeld luistert op Spotify of welke streamingdienst dan ooit. Dan ook. Maar daarom niet minder mooi. We hebben net al even van mogen genieten. Ik denk zomaar dat er een grote toekomst is weggelegd voor Jack Jarrett. Dit is Hot Stuff. Shadows dancing on the wall.
Man, hartstikke goed. Echt geweldig. Leuke versie, mooie versie. Neem even een slokje water. Zometeen meer Jack Jarrett en natuurlijk ook Aikin. Halen jullie dat trouwens, die hoogte van net? Van, weet je, op een goede dag. Nou, ja, ik hoorde het net al. Ja, ik kan het zeggen. Ja. Jack Jarrett en Aikin nog steeds hier in onze vreemde. Hoe ging die lekker net? Want je zei het al net. Voor het eerst heb je hem op semi-akoestisch eigenlijk. Ja. Akoestisch gedaan. Volgens mij rockt het goed. Ja, ik moet zeggen, het is wel lekker om een keertje gewoon echt weer even een beetje terug te gaan naar de roots, zeg maar. We spelen natuurlijk altijd normaal met heel veel elektronisch en dingen. En nu even zo even akoestisch komt het nummer eigenlijk ook wel goed tot z'n recht. Dat is altijd een goed teken. Leent zich er goed voor, inderdaad. Hot stuff. Jij gaat zo meteen ook jezelf begeleiden, Aikin. Ja, klopt. Hoe lang speel je alleen gitaar eigenlijk? Ja, ik speel gitaar, ja, inderdaad. Ja. Ja. En verder? Nee. Live heb ik nog wel eens een sample patchje voor me. En samplen we de Crash mee. Wat is dat? Want je zegt dan natuurlijk... Oh, iets wat je indrukt. Ja? En daar komt dan een... Een geluidje uit. Oh, ja, oké. Okay. Dus doe je net alsof je een orkest bij je hebt, terwijl het al uit een apparaat. En dan zit de kompion naast mij met een kick. En dan lijkt het alsof we een drumtestel hebben erbij. Oh, leuk. Ja. Dus zo doen we dat. Zo lossen we dat live op. Maar of dat nou echt een instrument is, dat... Nou, je moet wel gevoel in ieder geval hebben voor ritme en dat soort dingen. Dan weet je wanneer je het in moet zetten. Verder gitaar en zang, ja. Waar wil je zijn over... dat geldt voor jullie allebei natuurlijk. Hè? Jullie zijn allebei even oud, 26. Ja. Nou, pak hem beter. Je zei het ook wel Phil Collins achterna. Nou, dat is natuurlijk een carrière. Dat zou fantastisch zijn als dat lukt. Maar dat is voor weinigen weggelegd. Ja. Hè? Je moet ook realistisch zijn natuurlijk. Maar pak hem beter over een jaar of 20. Wat wil je dan? Want dat duo Suits is natuurlijk leuk waar je in zit. Zeker. Dat is nog niet echt doorgebroken à la Zollebollekes of zoiets. Nee, dat klopt. Ik denk overigens dat we daar ook, aangezien we daar ook meer gaan uitbrengen, dat dat ook wel gaat rollen op in dat circuit. Maar voor Aikin lijkt het me gaaf om iets als Mo te bereiken over 20 jaar.
En daarmee op de festivals te staan. En, Mo, de zangeres. Ja, Mo, ja. Ja, dan in de mannelijke versie. Ja, begrijp ik. Dat je daar, daar komen er ook wel weer steeds meer bij. Hè? Nou, ja, het is dus wel iedereen heeft die weg in één keer gevonden. Vandaag ook weer zo'n meisje wat draaide. Nou, Iris Hin? Of ik hoorde Irene Hin. Jullie draaien hem inderdaad. Ja, mooi plaatje. New Music Friday, toch? Ja, precies. Ja. Voor de vader dan ook. En Alzheimer zit eraan. Vader overleden. En zo probeert ze toch nog een beetje dit in leven te houden dan, zeg maar. Ja. Maar er zijn er heel veel inmiddels. Ja, dat klopt. Ja, hoe weet je dan te onderscheiden, zeg vraag, denk ik. Ja, dan moet je toch je eigen stijl goed neerzetten. Ja. Ik denk dat dit is mijn debuutsingle. Dus hier laat ik me zien van, nou, deze stijl ga ik op. Maar dat kan wel uitgepakt worden door misschien wat elektronisch erbij. En dat kan, ik denk zo breed mogelijk. Ik sluit niks uit. Nee. En we gaan zien waar het... hoe de weg ons leidt. De kracht van Mo is juist om het heel simpel en klein te houden. Ja, en juist die tekst zo hard aan te laten komen daardoor. Ja. Dus maar de bekendheid van Mo trekt mij meer aan. Ja, die zou ik willen bereiken. Ja, maar goed. Ja. Maar die status. Ja, die status inderdaad. Ja. En dan de teksten die gaan wel een beetje zo die kant op. Maar verder het instrumentaal wil ik toch wat meer misschien elektronisch. Nou, wat is dan de aantrekkelijkheid van zo'n status van Mo? Nou ja... meer muziekbekendheid, denk ik. Ja, kijk, of grotere festivals. Ja, dat soort dingen. Kijk, of ik nou op straat wil lopen en dat ik in wezen niet meer op straat kan lopen, daar weet ik niet of dat heel aantrekkelijk is. Daar kijken heel veel mensen zich denk ik ook wel op. Maar, maar meer gewoon de muziekbekendheid voor mooi. Je houdt het eigenlijk redelijk dichtbij. Het is gewoon een Nederlandse zanger. Ja, Jack, als jij kijk eens naar Nederlandse bands of zo. Waar nou ja, kijk je dan goed of waar? Ik vind Direct waanzinnig goed. Dat is wel, en wat ik heel goed vind aan Direct en ook heel bijzonder is dat zij echt alleen maar beter en beter worden. Elk album wordt beter. Dat zie je weinig met zulke grote, met bands überhaupt. En elke keer weer verrassend. Ja, 100%. Ja. En ook als je ziet hoe... Maar ik denk waar hun geheim ligt... en dat is ook een beetje de weg die ik met mijn team probeer in te zetten... is, zij hebben gewoon een supersterk fundament. Dus zij zijn... heel vaak die clubzaaltjes langs geweest, al die toertjes. En nu pas sinds een paar jaar hebben ze een keer die Ahoy gepakt. Maar die verkopen ze dan ook gelijk twee keer uit. En ze hebben zo'n sterk fundament. En zij staan over 40 jaar, of 30, 40 jaar, bij wijze van spreken, nog steeds op de planken. En dat is ook wat ik heel erg hoop. Want het Nederlandse Rolling Stones of zo moet je het precies. Nou, ik vind optreden gewoon het allerleukste. Dus als ik dat mijn hele leven kan... Maar dat kan zie doen. Je ook wel aan jou, hè? Want ondanks dat je hier net stond en helemaal geen publiek hebt... sta je toch te doen alsof. Dat moet natuurlijk ook. Ja. Het moet wel lijken alsof je het leuk vindt. Het liefst doe je ook echt omdat je het leuk vindt. Maar ik vind het ook oprecht. Weet je, het zit in mijn bloed. En dat is echt de reden waarom ik muziek maak. Dus, en ik heb 5 jaar geleden gezegd dat ik over 10 jaar in de Ziggo Dome wil staan. Dat is nu dus nog 5 jaar. En daar, dat is een soort van... Ja, dat is het doel. Daar werken we met het hele team naartoe. En je weet natuurlijk nooit of dat lukt. Ja. Je bent ook afhankelijk van externe factoren. Maar ik geloof er echt in als jij gewoon... heel goed weet wat je goed kan en goed weet wat je niet goed kan. En voor alles wat je niet goed kan, de mensen verzamelt die dat wel goed kunnen. Het begint natuurlijk bij talent. Hè? Dan moet je ook een beetje geluk hebben en dat moet je gegund worden. Dat zijn drie heel belangrijke zaken. Ja. Als je iets wil bereiken, überhaupt waar dan ook. Hè? Dat geldt dan nu voor de muziek, maar dat geldt natuurlijk voor cameramensen, presentatoren... advocaten uiteindelijk. Ja, het hoeft maar één keer de goede kant op te vallen natuurlijk. Hè? 100%. Ja. En daarom moet je ook gewoon plezier hebben in elke stap die er wordt gezet. En zeker in het proces. Het is heel iets clichés om te zeggen, maar het is echt zo. Zeker in deze wereld, want het kan zo in één keer weer in die zin voorbij zijn. En alle dingen die gebeuren, daar moet je gewoon enorm van genieten. Ja, 1 hit garandeert nog niet een levenslange carrière. Nee, zeker niet. Kan wel natuurlijk. Hè. Er zijn natuurlijk zat voorbeelden van mensen die al hele leven teren op 1 hit. Ja. Ja. Maar dan moet je een wereldhit hebben. Dan moet je echt een wereldhit hebben. Alleen in Nederland lukt dat niet. Nee, dat klopt. Zijn er ook nadelen? Aiken, zijn er ook dingen dat je zegt, nou, ik zit nu een tijdje in dat vak. Ja. En dit vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Kijk... het is, hoe moet ik dat goed zeggen, optreden is niet zoals de meeste mensen denken van dat het maar een hobby is. En dat is een heel groot nadeel in dit vak. Ja. Wordt altijd maar als hobbymuzikantje daar op het podium gezet. Op wat voor podium dan nog staat. En dan uiteindelijk ga je dan naar een festival toe en dan wordt het allemaal wat groter. Stonden we laatst op Wish Outdoor, dat was dan wat groter. En dan, behoorlijk groot. Ja, dat is behoorlijk groot, zeker. Maar dan krijg je in één keer een hele andere status. En die energielevels om dan de hele tijd met mensen dan om te gaan en te peilen. Van, vinden ze me nou goed? Of vinden heb je ze dan nou... over het publiek of heb je dat mensen... Ja, vooral de omgang met het publiek buiten het optreden zelf. Om. Kijk, het optreden zelf gaat gewoon goed en iedereen is high energy en noem het op. Ja. Maar daarbuitenom, hoe minachtend over muziek eigenlijk wordt gedaan. Dat vind ik vooral het hele nadeel aan muziek. Herken je dat?
Ja, ik denk wat jij zegt is, ook zelf als muzikant, je bent natuurlijk eigenlijk, het is allemaal stof. Het is allemaal fugazi wat je aan het doen. Je legt je hart en ziel in iets. Je gaat, weet je wel, op een zondag ergens op je zoldertje ga je zitten schrijven en je bent dan een hele dag daarmee bezig geweest. En het kan of helemaal niks opleveren of heel misschien wel wat. Dus je hebt soms wel eens het idee, waar ben ik eigenlijk mee bezig, zeg maar. Ik ben niet een brug aan het bouwen of ik ben niet of een medicijn aan het... Je moet het niet groter maken dan het is eigenlijk. Wat voeg ik nou echt toe aan de maatschappij? Die vraag heb ik best wel eens in mijn hoofd gehad. En totdat ik op een gegeven moment dacht, ja, maar muziek en kunst en dat is wel iets waar mensen heel veel kracht uit kunnen halen ook. Precies. Hè? En ik denk, laat mij dan maar daaraan bijdragen. En daarom geniet ik ook zo van optreden, al is het voor 3 man of voor 10.000 man. Als ik 3 mensen zie die het enorm naar hun zin hebben en naar afgelopen toe komen, ik heb een geweldige avond gehad, dan heb ik voor mijn gevoel mijn werk gedaan, zeg maar. Ik denk dat die optredens belangrijker zijn dan die voor 10.000. En veel enger ook. Ik heb het inmiddels met een andere band waar ik moest invallen, heb ik een keer voor 11.000 man gestaan. De dag daarna was ik een liedje aan het spelen voor mijn moeder in de kamer. Dat was echt 1000 keer enger. Maar dat komt ook omdat het je moeder is natuurlijk. Ja, 100%. Hè? Dat is helemaal spannend. Ja. Aiken, wil jij op het podium plaatsen? Ja. Hoe heet jouw plaat eigenlijk? Verlaten, inderdaad. Verlaten. Waar gaat het over? Is het autobiografisch? Een klein backstory. In mijn kenniskring is iemand overleden. En ik beelde mij in eigenlijk om de geliefde van die persoon te zijn. En vanuit daar heb ik het nummer. Hoe zou je je voelen als dat jouw partner was en die dan overlijdt? Ja. Was het een jonge iemand? Of was nog redelijk jong. Ook weer zo'n rotziekte 40, zeker? 40, ja, zeker rotziekte. Ja, die rotziekte hoor je tegenwoordig steeds vaker. Ja. Ze vallen bij bosjes, lijkt het soms. Aiken, alsjeblieft, verlaat ons nog niet, want gaan jouw nieuwe plaat zingen? Ja, zo bedoel ik. Ik denk, ik gooi even de titel even leuk in de aankondiging. Ja, is goed wel, hè? Dankjewel. Ieder zijn vak, Jack. Ja. Goed, Aiken gaat zitten en begeleidt zichzelf op gitaar. Een akoestische versie van Verlaten. Geniet ervan. Geef mij je angst en ik geef hem nooit meer terug. Want jij moet door waar ik ben opgehouden. Het wordt zwart, maar ik geef je nog een kus. Het is zwaar zoals jij alles moet dragen. Maar hou me vast totdat alle lichten doven. Totdat het leven jou van geluid gaat beroven. Zweef weg als een vogel in de wind. Maar hou vast aan wat ons verbindt. Ik verdrink in het verdriet dat mijn lichaam overneemt. Geef me over aan de duivel, hij die in me leeft. Wel tranen van vuur, lag hard op als water. Schreeuwt, hoe kun je mij nou verlaten? Kun je mij nou verlaten? Blauw als de hemel, ik voel dat jij daar bent. Vergeet nog geen regel, maar jij die alles kent. Ik voel me nu eenzaam, maar alleen dat ben ik nooit. Glinster in mijn gedachten, is het nu of was het ooit? Vast totdat alle lichten doven. Dat het leven jou van geluid gaat beroven. Zweef weg als een vogel in de wind. Maar hou vast aan wat ons verbindt. Ik verdrink in het verdriet dat mijn lichaam overneemt. Geef me over aan de duivel, hij die in me leeft. Tranen van vuur, lag hard op als water. Schreeuwend, hoe kun je mij nou verlaten? Schreeuwend, hoe kun je mij nou verlaten? Schreeuwend, hoe kun je mij nou verlaten? Hoe kun je mij nou verlaten? Ja, zeker omdat je dan nu verteld hebt
Het verhaal daarachter. Yes. Ja, is het ook moeilijk om te zingen dan? Of, Ik heb dit op de begrafenis gezongen van de persoon. Dus ik vind het niet, ik vind het inmiddels niet meer zo moeilijk. Maar ja, het ligt geleden? Altijd een jaar of twee. Nou. Ja, ja. Dat is nog redelijk vers. Ja, zeker. Zeker. Maar inmiddels is het wel al... Ja, ik kan het nog wel met gevoel zingen en ik voel het elke keer wel, maar het is niet meer zo dat de tranen in mijn ogen schieten. Nee. Het zou dan mooi zijn als heel Nederland hier kennis mee maakt en dat dit dan toch hetgene krijgt wat je ermee wil. Ja, zeker. Ja. Klopt. Mooi. Heel nice, man. Ja, vond je het mooi? Ja, echt top. Wat ik zo grappig vind, jullie zijn totaal verschillende artiesten. Ja. En die dan ook kunnen genieten van elkaars muziek. Hè? Ja, zeker. Jij is ook net een beetje Kensington zelfs over. Ja, nou, dat is thanks, dankjewel. Niet het minste compliment. Ja. Ja, goed, en als ik dit zo hoor, dan denk ik, ja, dat doet niet onder voor al die hits die Mo-achtige artiesten nu scoren. Ja, 100%. Ja. Dus daar pas jij prima aan het rijtje tussen. Maar ja, je moet net even de kans. Iemand moet het oppikken op een gegeven moment. Dat sparkje waar jullie het net over hadden. Ja, dat financiële sparkje kan het ook zijn. Dat is ook heel handig, ja. Ja, wat ik ook heel grappig vind, is dat je hebt een accent als je spreekt, maar als je zingt niet. Nee, dat vind ik echt knap. Ja, maar daarom vind ik het ook zo knap dat jij bij mij uit de buurt komt en jij totaal geen accent hebt. Nee, maar jij klinkt een beetje, want ik zei net, kom jij een beetje uit de buurt van Den Haag? Ja, klopt. Ja, mijn pa die komt uit Dordrecht. Ben ik geboren. Ik hoe is het toch mogen? Toch zeg nog dat nou niet. Het gaat je carrière zo. Ja. Voor dit weet sta je over 20 jaar ook bij de regionale omroep. Wat is daar mis mee? Nee, hartstikke leuk. Ik wou het zeggen, ja. Zou ik het nog mooier zeggen? Mijn vader komt uit Limburg. Dus ja, dat is dan het probleem. Ja, dat is een beetje, het is een beetje Limburgs. Maar jouw vader komt uit Dordt? Nog iets aangezet. Ja. En jouw moeder? Gewoon uit Arnhem. Alsof Dordrecht heel ongewoon is. Uit een eigen plaats. Nee, klopt. Goed, dus je hebt een beetje Zuid-Holland, niet Gelderland. Waardoor je eigenlijk helemaal accentloos praat. Ja. Dat heb ik natuurlijk zelf ook, zoals je een prachtige stem. Top. Ik zei het niet. Goed. Dat is heel zicht. Hey jongens, 2023 is net begonnen. Als je alleen even kijkt naar dit jaar, wat zijn de plannen, Aiken? Sowieso nog 4 extra singles dit jaar. 4 alleen al dit jaar? Dus je moet hier nog 4 keer langskomen dit jaar? Nou, dat zou heel mooi zijn. Ja. Doe daar wel even nummers uitwisselen. Dan zijn ze al klaar? Het gaat over de nummers. Nou ja, nee, er liggen al zeker al 2 klaar, ja, inderdaad. Maar releaseplan en zo gaat dat dan. Ja, je moet soms 3 maanden van tevoren werken. Ja, nou, je moet sowieso al bij Spotify al zeker 4 à 5 weken van tevoren dat aanmelden en noem het op. En, om in eigenlijk je te 2 maanden van tevoren is wel mooi als die dan klaar ligt, ja. Ja, dus in ieder geval nog 4 singles dit jaar. Ja. Jack Jarrett en de hele band. Ja, klopt. Je staat natuurlijk nu in het voorprogramma van de... help eens eventjes. Van de Dirty Daddies. Dirty Daddies, precies. Vanavond in Alkmaar. Ja, klopt. Dat is nog tot 11 maart. Dan sluiten we af in 013 in Tilburg. Mm-hmm. En voor mij is eigenlijk hetzelfde. Er ligt heel veel muziek klaar. En in principe gaan we ook zo in... elke keer om de zoveel maanden singles uitbrengen. Als het goed is, moet er ook nog... een EP'tje of een album komen. Dat ligt nog een beetje aan hoe het allemaal loopt. Zou je 2e EP zijn dan? Ja, ja, klopt. Ja. Ja, alleen dan wel mijn eerste nu bij Cloud9. Ja, Watermaatschappij. Klopt. Ja. En dan hopen we een mooie zomer tegemoet te gaan. En een mooi najaar. Dus het is... Nou, we gunnen het jullie. Ja, zeker. Heel erg bedankt. Leuk dat jullie hier waren op deze Framibo. Volgende week zijn wij daar natuurlijk weer de hele week. En volgende week vrijdag hebben wij ook weer een leuke Framibo. Peter Lussen is hier dan te gast. Die kennen we natuurlijk allemaal nog als Eddie uit Vrienden voor het Leven. Ja, die gaat het weer opera zingen? Ook. Hij gaat in ieder geval een liedje uit zijn programma zingen. Oh. Pianist neemt hij ook mee. En Raffi is hier. Die heeft ooit meegedaan aan de Voice Kids. En die heeft een ontzettend leuke plaat. En die gaat hij ook live zingen. Dus wat ons betreft heel graag tot volgende week. En zometeen hebben we natuurlijk nog radio met, ik denk, Odeke en Jeroen.